In dit filmpje ga ik je vertellen hoe je een trui of een vest op maat maakt. Dit is bijvoorbeeld trui Nel, die valt ietsje smaller, maar je kan hem bijvoorbeeld ook een hele wijde trui maken. Trui Amira, dat is een veel wijdere trui, lekker een beetje casual, een beetje gewoon. Dus ja, het ligt ook een beetje aan het model wat je nodig hebt. Waar je op moet letten, hoe valt het model en hoe wil jij jouw trui hebben? Wil je dat die heel strak om je lijf zit? Of wil je dat die wat losser valt, zodat je buikje niet te zien is. Ik heb je nu 3 truien laten zien. Trui Amira, trui Nel en trui Mea. Die ik zelf heb gemaakt en die ik prima op mijn lijf heb gemaakt. Dus die passen mij perfect eigenlijk. Wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb bijna te vertellen dat de haakpatronen van deze truien in mijn haakboek staan. Het haakboek Haken met Juf Sas. Daarin staat trui Mea, trui Amira, trui Nel, maar er staan nog veel meer truien en sjaals in. Die je voor €17,49 kan aanschaffen bij Yarnsea. Dit is vest Lily, het vestje wat ook in het haakboek staat. En die is nauw sluitend. Maar ook voor vesten geldt hetzelfde als wat ik je me zo meteen ga vertellen over trui. Wat is het belangrijkste bij het op maat maken van een trui of een vest? Let op. En dat geldt zowel voor een gebreide trui als voor een gehaakte trui. Dus alles wat je daarvoor nodig hebt is jouw eigen lijf en een meetlint. Want meten is weten. Geloof namelijk niet in standaardmaten. Kijk namelijk eens even naar dit plaatje. En dan snap je waarom. Ik ben namelijk 1,82 lang. En ik heb ongeveer kledingmaat, confectiemaat, maat 42, 44. Ik schommel er een beetje tussen. Ik heb lange benen en ik heb een lang lijf. Stel je voor dat iemand hier naast mij staat van ongeveer 1,58, ook maat 42 heeft. Heeft hij hele andere maten dan ik. Dus meten is weten en je moet tussendoor ook heel veel passen. Gewoon kijken als je halverwege bent met je trui. Doe hem aan. Trui ben ik bezig. Ik maak hem met de cloud. Ik brei hem. En ik heb nu 2 pannen aan elkaar zitten. Wat? Ik pas hem. Ik kijk of die een beetje goed als ik de 2 pannen zo tegen elkaar hou. Of die goed zit. En dat zit hij. Dus dan denk ik van hij is prima. Nu komen mijn mouwen. Die moet je ook altijd meten. En ik heb net even Jeroen gevraagd of hij me wilde helpen, want je mouwen meten is een beetje vervelend. Dus vraag even iemand die jou kan helpen. Dan pas je hem zo aan. En dan van dit stukje tot aan hoe lang jij je mouw wil hebben. Driekwart, dan meet je tot dit. Een korte mouw, dat kan natuurlijk ook, wat ik bij trui Mea heb. Dan meet je tot hier. En een hele lange mouw, lekker oversized mouw, dan meet je tot over je pols. Dan meet je deze lengte, dus precies hier. Hij valt een beetje natuurlijk naar beneden. Vanaf hier tot aan waar je hem wil hebben. Dus maak nooit een trui. Zet hem helemaal in elkaar en ga hem dan pas voor het eerst passen. Want dat kan hartstikke vervelend uitvallen. Dat je zegt van nou, ik heb helemaal klaar, alles al afgewerkt en hij past me niet. Nou, niks is zo frustrerend als dat. Dus probeer dat voor te zijn door heel goed van tevoren te meten. En te kijken hoe valt mijn trui en hoe wil ik hem hebben. De maten zijn dan belangrijk. Nou, sowieso je omvang. Kijk, als je hem. Deze heb ik bijvoorbeeld rond gehaakt. Dus ik heb hier geen naden in de zijkanten. En dan meet je dus echt je hele omvang zoals jij hem wil hebben. Dus dan meet je echt van nou, hoe wijd moet die komen. En dan meet je ongeveer. Dit is natuurlijk heel wijd. Hoeveel jouw omtrek moet zijn. Als je zegt, nou, ik wil een hele wijde trui. Ik heb soms ook wel een hele wijde trui, maar ik moet je dat veel verder meten. Dus als je aan de hand van een boord, als je dus rond haakt, moet je dit ongeveer weten. Dus deze lengte pak je dan, deel je door 2. En als je je trui neerlegt, dan moet je ongeveer die wijte hebben. Je boord is vaak valt ietsje smaller, zodat hij fijn netjes op je broek past. En dan, daarna gaat hij ietsjes bollen. Maar wil je dat bijvoorbeeld niet, meerder dan niet naar je boord. Als je zegt, ik wil hem gewoon helemaal strak hebben, wil ik niet, want ik heb een buikje. En die wil ik gewoon verbloemen met mijn trui. Dan moet je hier altijd ietsjes meer meerderen boven het boord. Boorden, die haak ik altijd verticaal. Dus dat is makkelijk te meten. Dus je maakt een boord
En als je ongeveer denkt van nou, zover ben ik, meet dan eventjes bij je lijf van hier tot daar, klopt dat? Of als je hem rond hebt gemaakt, helemaal rondom, past die dan? Past die dan goed? Zit hij een beetje, trek hem ietsje strakker, want anders dan gaat hij heel erg lubberen en dat vind ik ook vaak niet mooi. Of dat moet je mooi vinden, dan moet je dat vooral doen. Dus als je hem helemaal rond haakt, pas hem dan helemaal rondom je lijf. Als je hem enkel haakt, dus met een voorpand en een achterpand, pak dan de lengte, meet hem dan eventjes hoe lang je boord is. Als je zegt, nou, dat is ongeveer 55 centimeter, doe dat door twee, doe dat keer twee. Dus dan wordt dat 110. En dan zeg dan, en pak dan die 110 centimeter om je lijf en zeg dan, oh ja, nou, dat is goed. Of hij zit te strak of hij zit te los. Wat ook heel belangrijk is, is om een proeflapje te maken. Ik maak altijd van de wol die ik pak, maak ik een proeflapje van ongeveer 20 steken en dan gewoon 10 centimeter lang. Want iedereen haakt anders namelijk. Ik haak misschien veel losser of strakker dan wat jij haakt. En als je andere wol pakt, dan valt dat ook namelijk ook helemaal anders uit. Dus je wol is bepalend en je haaknaald is bepalend en de manier waarop jij haakt is bepalend. Dus ook al schrijf ik het zo uit, kan het voor jou namelijk veel groter of kleiner uitvallen door de manier waarop jij haakt. Als je het proeflapje hebt gehaakt, dan weet je ongeveer hoeveel steken 10 centimeter zijn. Dan is het belangrijk om te weten hoe lang je jouw trui wil hebben. Want dat is, zeg dat jij ongeveer 65 centimeter wil hebben, dan weet je ongeveer, kan je al tellen hoeveel toeren je ongeveer moet gaan haken. Want je weet ongeveer hoeveel er op 10 centimeter zitten, hoeveel toeren dat zijn. Dus dat is dan 6,5 keer dit aantal toeren. Dus bijvoorbeeld als je op 50 centimeter uitkomt, dan neem je dit stukje 10 centimeter keer 5. En dan weet je ook weer precies, voor mij is voor 50 centimeter zoveel toeren heb ik nodig. Dat is namelijk ook weer voor je mouwen handig, want ik heb nu gemeten, of Jeroen heeft voor mij gemeten, dat ik 51 centimeter ongeveer qua mouwlengte mooi vind voor deze trui. Ik kan dan precies op deze trui leggen, de 51 centimeter, en ik zie dan precies hoeveel toeren ik moet maken voor mijn mouw. Dus dan kan ik ook precies zien hoeveel ik ongeveer wil meerderen en hoeveel, om de hoeveel toeren ik dat moet doen. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de breedte van een mouw. Hè? Ik bedoel, niet iedereen wil een hele wijde mouw of een hele smalle mouw. Dus ook de mouwbreedte moet je aanpassen naar jouw lijf. Als je in een patroon ziet staan hoeveel steken aan het eind van een mouw, hoeveel je steken je dan hebt, en je hebt al een pand gehaakt, meet dan eventjes hoeveel centimeter die aantal steken zijn en hou dat eventjes rondom je arm en voel dan of die wijder moet, of dat die goed is, of dat die smaller moet. En dan kan je het aantal steken nog aanpassen. Dus zo maak je ook een mouw op maat. Dus het meten van je lijf, van hoe lang van je nek, van wat waar meet je hem dan, vanaf je nek tot aan je wil hebben, vanaf je schouder tot aan je mouw, dat zijn de maten, en om je heen, dat zijn de maten die heel bepalend zijn voor het maken van een trui op maat. Vind je het moeilijk om je eigen lijf op te meten? Als je zegt van nou, ik weet niet precies hoe ik dat moet doen, vraag dan iemand die het voor jou kan doen, niet in de buurt, dan heb ik nog een tip voor je. Pak dan een trui die je zegt van nou, zo wil ik hem echt hebben van jezelf, waar de maten goed van zijn, en leg daar jouw haak- of breiwerk op. Bijvoorbeeld een voorbeeld, hier ben ik aan het breien en ik wil net zo'n wijde trui als trui Rosanne, want dat vind ik leuk en deze moet heel wijd vallen. Dus ik heb nu een beetje gekeken, ben ik al op weg, ben ik al zover, of moeten er nog een aantal steken bij. Zo meet je dan dus op een trui precies de wijdte van jouw trui. Ik wilde het boord sowieso wat smaller, dus dat is gelukt. En zo kan je dus meten. Tips, meet echt op een trui, niet op een t-shirt, want een t-shirt valt altijd iets strakker dan een trui, of zit altijd iets meer tegen je lijf aan, of pak een dikke sweater of zo, waar je van je echt denkt van nou, dat is precies de maat van de trui zoals ik hem wil hebben. Dus een trui of een sweater of een t-shirt, als je een heel strak hemdje wil maken, dan kan het natuurlijk wel. Maar zo meet je dus
op een trui. Nog een tip, als je je twee panden af hebt en je zet ze aan elkaar, de schoudernaden aan elkaar, hecht nog geen draden af. Want stel je voor dat je hoofdopening te smal is of dat dit bijvoorbeeld nog een aantal steken erbij moet of veel te wijd is. Dan kan je het nog heel makkelijk aanpassen zonder alle draadjes die al weggewerkt zijn af te moeten knippen. Dus stel je voor dat ik er hier nou nog een aantal bij moet maken of dan haak ik dit steekje alleen uit en dan pas ik hem aan. Dus ook als je je schoudernaden aan elkaar hebt gezet, altijd gelijk meten of de lengte goed is en of je hoofdopening goed is. Als je dat doet, dan kan het niet misgaan. Soms is het een beetje moeilijk om een patroon aan te passen. Maar die vraag kan je gewoon altijd in de Juf Zoals Haak en Facebookgroep stellen, als je daar moeite mee hebt. Maar maak een trui die bij jouw lijf past. Een trui op maat. Dat is het allermooiste dan dat je een standaardmaat pakt en zegt van oké, maar dan valt die soms uit en dan heb je al dat werk voor niks gedaan en dat is zo zonde. Dus meten is weten. Neem van tevoren je maten op van je lijf als je zegt van nou zo groot wil ik hem hebben. Nog een tip. Bij mijn haakpatronen schrijf ik ook altijd mijn maten erbij. Als jij je maten op hebt gemeten en die verschillen dus heel erg met mijn maten van mijn trui, dan moet je echt wat aanpassen. Dan kan je niet precies mijn patroon aanhouden. Dus vergelijk ze ook, jouw maten met mijn maten, van hoe groot jouw trui moet worden. Pas een aantal keren tijdens het haken of het breien je trui of die echt wel zo uitvalt als je bedacht had. En maak een trui bij jouw lijf. Deze tips gelden natuurlijk niet alleen voor jezelf als je voor jezelf een trui maakt, maar ook als je voor iemand anders haakt of breidt. Dan is het ook heel belangrijk om ook goede maten te meten van de persoon waarvoor de trui of vest wordt. Ik maak namelijk heel vaak truitjes en vestjes voor kleindochter Noah. En ik meet elke keer, want ze groeit hard, weer de maten op die bij haar lijf passen. Dus gewoon vanaf de nek tot aan hoe ver het truitje of vestje moet komen. Haar omvang is heel belangrijk en de mouwlengte. Dus halverwege pas ik het ook een aantal keren. Dan als de panden klaar zijn, dan pas ik het en dan kan ik precies de mouwen meten. Maar dat blijft gewoon heel belangrijk dat je blijft passen en dat je blijft mee. Als je deze tips hebt toegepast, kan het eigenlijk niet anders dan dat het jou lukt om een trui voor jouw lijf te maken. En hoe leuk is het dat iemand tegen je zegt, nou wat heb jij een mooie trui aan? En dat je dan heel trots kan zeggen, die heb ik zelf gemaakt. Een mooier gevoel kan eigenlijk niet. En je had eerst een paar bolle wol en daar is opeens een trui van ontstaan. Waar je gewoon hartstikke trots op bent. En die mooi zit en die mooi valt. Dus blijf meten. Blijf kijken tijdens het proces of het goed loopt en maak er iets moois van. Veel succes!